Hoe ouders reageren wanneer zij horen dat hun kind seksueel misbruikt is, dat is van invloed op het verwerkingsproces van het kind zelf. Voor kinderen is het van belang dat hun ouders zien wat zij nodig hebben en dat ouders niet opgeslokt raken door hun eigen emoties en gevoelens van schuld en schaamte. De vraag is hoe hulpverleners hierin kunnen ondersteunen. Waar kan je op letten als je in gesprek bent met ouders? Ouders zijn natuurlijk helemaal overweldigd door hun gevoelens als zij horen wat hun kind is aangedaan of is overkomen. En daarbij is het van belang dat het wel weer genormaliseerd en geneutraliseerd wordt, zodat de stress langzaam afneemt en zij meer beschikbaar worden voor hun kind. Dat is een lastige taak, maar je kan dit doen door hun gevoelens en zorgen te normaliseren. Zorg dat ze zich vrij voelen en dat alles bespreekbaar is en dat alles besproken wordt. Benoem de dingen zoals ze zijn. Kijk daarnaast ook naar de ouder als individu en als stel. Soms roepen de gebeurtenissen bij de ouders onverwerkte trauma's op. En dan is het belangrijk om daar de ruimte voor te maken om die ook te verwerken en een plek te geven. Op die manier is de ouder namelijk uiteindelijk ook beter beschikbaar voor het kind en is er meer ruimte om het kind emotioneel te ondersteunen. Vaak zijn er ook meerdere kinderen in een gezin en het is belangrijk om te kijken wat die broertjes en zusjes nodig hebben in het verwerkingsproces. Daarnaast is het ook goed om te benoemen wat er goed gaat in het gezin en om perspectief te bieden en ook wat bij een leeftijdsadequate ontwikkeling hoort. Als dat minder goed gaat, dan is er natuurlijk ook altijd de mogelijkheid voor traumabehandeling. In het algemeen is het voor het hele gezin beter als ze zoveel mogelijk proberen om hun dagelijkse routine vast te houden. Dat geeft hun structuur en rust. Hoe zit het met informatie delen over het misbruik? Tijdens het politieonderzoek dan wordt ouders afgeraden om te praten met hun kind over het misbruik, omdat ze anders hun kind mogelijk zouden kunnen beïnvloeden. Maar ouders kunnen natuurlijk wel hun kind ondersteunen bij de voorbereidingen voor het verhoor, voor het studioverhoor. Het is daarbij bijvoorbeeld mogelijk dat ze zeggen dat het kind eerlijk kan zijn of dat het alles kan vertellen, zodat het kind wat rustiger het verhoor ingaat. Na politieonderzoek is het juist goed als ouders en hun kind over het misbruik praten. Door het te normaliseren geeft het kind ook het gevoel dat ze gehoord worden en geeft het rust en ruimte. Het is voor een kind ook fijn als het niet elke keer allemaal details zelf hoeft op te rakelen. Daarom kan het in sommige gevallen belangrijk zijn om details van het misbruik te delen met de ouders. Maar doe dit wel stapsgewijs, zodat ouders niet weer overweldigd raken door hun emoties. En betrek het kind er ook bij. Stem het ook af met het kind, zodat die ook weet welke informatie gedeeld wordt. Dit kan praktisch zijn bij de voorbereiding op een gezinsgesprek of bij een mogelijke rechtszitting. Daarnaast is het ook belangrijk om weer oog te hebben in dit proces voor welke informatie de broertjes en zusjes nodig hebben. Welke informatie moeten zij weten en past dat ook bij hun leeftijd? Waar vinden ouders hulp? Ouders weten vaak niet wat er op hen afkomt en ze zoeken vaak ook hulp en weten niet waar ze die kunnen vinden. Het is belangrijk dat ondanks al die onzekerheden en onduidelijkheden die op hun afkomen, ouders langzaam meegenomen worden toch in het proces wat er op hun af gaat komen. Probeer dit als professional duidelijk zonder valse beloften over te brengen. Bij het Centrum Seksueel Geweld werken we met politie, advocaten en hulpverleners. Op de site vind je meer informatie en daar vind je ook meer praktische tips.